2040 bijna alle auto- en scooterkilometers in de stad elektrisch te maken. En het grote voordeel daarvan is in Hessen geworden, zij stoten geen schadelijke stoffen uit. En dat is goed voor de luchtkwaliteit. Het is beter voor het klimaat, want ze stoten geen CO2 uit. Zeker wanneer we overstappen al het elektrisch vervoer op duurzame energie. En dat is ook de ambitie van de stad Amsterdam. En vanuit het klimaatprogramma zijn we natuurlijk bezig om de hoeveelheid van duurzame energie die in deze stad beschikbaar is om fors uit te breiden. En we hebben al uit onderzoek kunnen zien dat het mogelijk is om uiteindelijk 30% van alle stroom die in deze stad gebruikt wordt uit duurzame bronnen te halen. Om dit allemaal waar te maken moet je een heleboel doen. En vandaag is daar de start van. Wij denken dat het mogelijk is om in 2015 10.000 elektrische auto's in de stad te hebben. En dat zou een gigantische bijdrage leveren aan de problemen die we net noemen. Maar dat vraagt natuurlijk om veel, dat vraagt om een ambitieuze aanpak. Er komen steeds elektrische auto's op de markt. Je zult dat straks ook zien, al die auto's die hier inmiddels zijn. Ze zijn weliswaar op dit moment nog duurder in de aanschaf. Maar natuurlijk, als die markt groter wordt, dan kan die prijs gaan dalen. En het goede nieuws is dat ze vandaag al veel goedkoper zijn om te gebruiken. En dat scheelt echt enorm veel. Met het elektrisch vervoer willen we ook investeren in innovatieve en duurzame ontwikkeling. En dat biedt natuurlijk kansen voor nieuwe bedrijvigheid in deze stad. Dat biedt kansen voor nieuwe werkgelegenheid. En dat is iets natuurlijk zeker in tijden van de economische crisis. Iets wat cruciaal is voor de gemeente Amsterdam. Zoals mijn collega Lodewijk Asscher komt er helemaal over zeggen.